Aan de Maasboulevard in Spijkenisse kon Jong en Oud vandaag genieten van het Vliegenfestival. De gemeente heeft dit jaar wat meer budget beschikbaar gesteld, waardoor het festival groter is opgezet dan voorgaande jaren. Wethouder Hanneke Hamerslag opende dit evenement samen met José Raimundo Engelhard. Welkom allemaal op het derde Vliegenfestival van Spijkenisse. Het is prachtig weer, alleen één ding is er op het moment even niet en dat is de wind. Maar vandaag is toch ook het moment dat Mundo, een heel oud bekend iemand in de vliegenwereld, dit als zijn laatste officiële activiteit zal zien. Voor deze 83-jarige vliegeraar en vliegenbouwer was vandaag het laatste officiële vliegenevenement waaraan hij deelnam. Zijn vrouw, die in een verpleeghuis woont, was er ook om dit moment samen met hem te delen. Helaas stond er niet genoeg wind, waardoor het niet meeviel om de vredesvlieger de lucht in te krijgen. Na het oplaten van deze vlieger werd een speciaal eigen gemaakt vliegendrankje gedronken. Een aantal demonstraties konden door het gebrek aan wind niet doorgaan. Maar gelukkig waren er genoeg informatiestands. Activiteiten voor de kinderen en stands met eten en drinken, waardoor het in combinatie met de stralende zon deze dag goed toeven was aan de Maasboulevard.